We zijn nu op weg naar ons tweede tiny house op het strand in IJmuiden. En we gaan straks pompoensoep maken. En daarvoor gebruik ik ook kruidjes uit de duinen. Dat zijn deze. Die gebruikt de zaadjes van. De jonge loodjes. Dat is dus een duinplant. En dat heeft eigenlijk een smaak alsof je in een dennenbos loopt. Heel bijzonder. Dit zijn de zaadjes. Niet te veel, want het is heel krachtig, die smaak. Zo. Nou, nu hebben we wel genoeg om een heerlijk kruidig soepje. Het is een heel kruidige smaak van de den. Het ruikt ook een beetje naar het dennenbos. Dizzy! We gaan de pompoensoep maken. Dat is de beroemde. Want alhoewel het prachtig weer is vandaag hier op het strand, zijn we toch besloten dat we een beetje herfst al brengen. We beginnen met een lekker stuk oud brood. Dat ga ik even in stukjes snijden. En ik gebruik niet alles, ik gebruik de helft. Je ziet het, het is echt oud brood. Ik heb, zoals jullie weten, twee tiny houses. Ik ben een bevoorrecht mens. Ik hou er erg van. Kleine, overzichtelijke ruimtes. En dit is tiny house op het strand. Als je achter je kijkt, dan zie je de zee. Ik heb inmiddels de stukjes brood in kleine hompjes gesneden. En ik gooi ze nu in een pan. En ik heb inmiddels heet water, dus dan doe ik dat erbij. En dan kan het even lekker weken. Kijk maar. Zo'n tiny house is natuurlijk heel anders dan thuis. Wij werken hier ook nog gedeeltelijk op butengas. Dat doen we voor onze warme douche en voor onze gas. Maar bijvoorbeeld onze koelkast en ook de elektriciteit met alle stekkers die we hebben, die gaat op zonne-energie. Er is veel zon hier op het strand, dus we zijn altijd rijk gevuld met energie. Nu gaan we de appel even snijden. We doen gewoon met schil. En ik geef lekker Jonathan is onze meeuw. We mogen niet meer zeggen zeemeeuw, want er zijn heel veel soorten meeuwen. Jonathan is trouwens een zilvermeeuw. Maar Jonathan lust vast wel het klokhuis, denk ik. Je ziet, ik heb twee verschillende soorten appels. Dit is een hele zure, de cranny. En ik heb een Fuji, die is wat zoeter. Alles wordt grof in brokken gesneden, omdat we later de soep nog gaan blenderen. Dus het is niet nodig om het allemaal in hele kleine stukjes te doen. Maar voor Jonathan. De appel is nu gesneden. En nu gaan we beginnen met de pompoen. Ik ga jullie wat vertellen. Pompoen is natuurlijk heel lastig om te doormidden te snijden. En wat ik thuis doe, want ik heb hier natuurlijk geen oven. Maar wat ik thuis doe is de pompoen even een half uurtje of een kwartiertje in de oven doen. Op 180 graden. Dan wordt hij een beetje zacht en is hij heel makkelijk te snijden. Dat is even een handige tip voor als je pompoensoep maakt. Het fijne van een flessenpompoen is dat de zaden alleen aan één kant zitten. Dus je kunt hem direct heel makkelijk schoonmaken. Maar ik moet eerst maar nog even doormidden snijden. Ik doe dat natuurlijk weer met mijn favoriete molenaarsmesje uit België. Et voilà. Mooi hè? Als je goed luistert, dan hoor je dat het vloed wordt. Want je hoort ineens de zee. Kijk, hij komt dichterbij. Ik doe even de appel erbij. Het brood is nu helemaal geweekt. Zo, dat is deel 1. En nu de pompoen schoonmaken.
Nu ga ik even de pompoen in blokken snijden. Ook weer eventjes een krachtpatsklusje, omdat ik nu niet een oventje heb. Maar je zult zien straks, als je het even in de oven zet, kwartiertje, half uurtje, dan kun je als boter door de pompoen snijden. Heerlijk. Oké. En nu de pompoen erin. Wat een prachtige kleur, hè? Oeps. En ook de ui hoef je alleen maar in schijven te doen. En niet helemaal in fijne stukjes te snijden. Kijk hoe makkelijk dat gaat. Hupsa. Ik zal de juiste wijze vasthouden. Zo. Goed. Nu gaat de ui erbij. En dan nog een pepertje van buurman Dick er even bij. En dan komt natuurlijk als goed kruidenvrouw de favoriet. De heerlijke rozemarijn. Maggieplant. En ik had hier natuurlijk nog de zaden uit de duinen meegenomen. Toen we net gingen wandelen. Dit zijn dus speciale zaden uit de duinen. Van de duinplant. En die is verrukkelijk. Het smaakt een beetje naar, ja, alsof je in een dennenbos bent. Heerlijk. Die geeft lekker die pit. Mensen, over het wild plukken, wees voorzichtig daarmee. Ik heb daar een paar jaar les in gehad. Dus ik weet inmiddels wat ik kan eten. Dus je kan niet zomaar in het wilde weg gaan plukken en opeten. Er zijn ook planten en bessen die vergiftig zijn. Vandaar. Dus hou me in de gaten op Instagram. Ik geef jullie iedere keer de les over. Vorige week ging ik op visite bij een vriendin. Had ik weer een gezellig bosje kruiden mee. Aan de ene kant de kruiden voor lekker thee te maken. Dus ik had lavendel mee, verveine en munt. En aan de andere kant voor in je soep te maken. Zoals oregano, zoals rozemarijn. En dat was verrukkelijk. En natuurlijk het maggiekruid. De soep is klaar. Ta-la-la-la-la. Goed. Het is jammer dat jullie niet kunnen ruiken. Want je weet niet wat je ruikt. Maar we gaan nu eerst eventjes wat spullen eruit halen. Namelijk de takken van de rozemarijn. De peper halen we eruit. Van Dick. Dag Dick. En verder niets. En nu gaan we lekker. Ziet er nu al prachtig uit, hè? Vind je niet? Echt een oersoepje. Maar we zetten toch even de blender erop. En je ziet het, dankzij de zonne-energie kunnen we hier gewoon lekker blenderen op het strand. Bijna klaar. De soep is helemaal klaar. En als je hem proeft, het is een boost van kruiden en groenten. Het is echt verrukkelijk. Als je het een beetje chic wil maken, de soep. Als je gaat serveren, kun je er ook een beetje kookroom in doen. En dat doe je dan op het laatst. Dat je bijvoorbeeld een hartje maakt of even een slingertje. Het geeft even een hele mooie touch. Bedankt voor het kijken. Heel leuk dat jullie ons blijven volgen. En abonneer je vooral even op YouTube. Dat vinden wij superleuk. Tot ziens!